Hey, Kerbeschik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Game of the Coon. En ja, vanwege die medium game die we hebben gedeveloped, ja, game 11, geen succes. Maar we hebben er wel wat aan gehad, want door dit spel hebben we heel veel research points gekregen. Daarom zitten we nu op 74 research points. Nou, het lijkt me geen goed idee om in de toekomst... om in de nabije toekomst nog meer medium games te gaan maken. Want dat ging gewoon niet zo lekker. We waren allebei overwerkt. En dat heeft ook zeker invloed gehad op de kwaliteit. Dus ik moet even wachten totdat we, totdat we een nieuwe technische werknemer hebben. Want deze is alleen vooral design en technologie niet zoveel. Hij is wel snel. Enig wat hij mist zijn research punten. Research score, zeg maar. Hoe hoger hij scoren, hoe meer research points die oplevert. Dus het wil je wel hoger krijgen. Want ja, hoe meer research points je hebt, hoe meer je kan researchen. En ook hoe meer je kan trainen. Dus het is een beetje, weet je, met meer research points kan je hem trainen om meer research points te genereren. Want het kost ook steeds 5 research points om een training te doen. Maar we gaan, ja, dit wil ik dus eerst doen. Maar ik denk dat het dringender is om aan de slag te gaan met ander research. Ja, en het heeft niet heel veel zin om deze helemaal te gaan trainen op technology. Dan kunnen we beter gewoon een nieuwe iemand aannemen met hoger dan 300 voor technology. Wij zitten bij alles op 300. Dus het is, ja, natuurlijk in het ideale geval. Kijk, dit ben ik zelf. Dit is, ja, de oprichter van het bedrijf. Dus wil je eigenlijk bij alles maximale score van 999 hebben. Ik weet niet of er een maximum is. Ik ben in ieder geval nooit veel verder gekomen dan 800. Maar dat wil je natuurlijk uiteindelijk overal een gigantisch hoge score hebben. Maar dat is nu ook niet heel erg dringend. Dus ik ga, het kan geloof ik wel, ik ga 2 dingen tegelijk researchen. Wat zullen we doen? Nieuw topic is waarschijnlijk ook wel nodig. Ja, er zit niet heel veel tussen. Dus ik ga gewoon iets researchen en doen we straks misschien nog een topic. Het is wel een beetje misschien weggegooide research points, aangezien er heel veel te doen is. Maar we doen wel detectives, is wel leuk. En omdat we nu, ja, dit is wel meteen het direct voordeel van een extra werknemer. We kunnen 2 researchers tegelijk doen. Wat vind ik het belangrijkst? Ik denk dat open world heel belangrijk is. Ik ga denk ik even zoveel mogelijk researchen. Ik heb nog bijna 50 research points over. Ze zouden best wel wat moeten kunnen doen. En dan ga ik denk ik eerst een nieuw spel maken. En dan daarna misschien nog wat researchen. En daarna misschien een nieuwe game engine. En dan zien we wel weer verder. Dat is nu wat ik heb bedacht, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren in het spel, dus ik weet niet of we die planning zeg maar kunnen volgen. Nou ja, we zullen het zien. Eerst even alles researchen wat we nu kunnen researchen. En, oh kijk, even kijken. De Play System, dat is de PlayStation, komt er nu ook aan. Oké, van Fonny. Ja, en dat is natuurlijk Sony. Dus dat komt er binnenkort ook aan. Daar kunnen we ook dingen voor doen. Kijk, dit is grappig. Dit is echt een stukje gamegeschiedenis. Dus volgens het nieuwsbericht zijn Sony en Nintendo hier vrolijk samen bezig geweest met de Play System. En ze noemen het zelfs een super test met een CD-speler. Dus dit wordt echt gezien als een samenwerking tussen Sony en Nintendo. En misschien leunt het zelfs wel meer naar Nintendo toe. Ook als je deze controller ziet, weet je. Het is typisch Nintendo. Heel grappig, want dat was vroeger echt zo. De PlayStation 1 werd eerst ontwikkeld door Nintendo en Sony samen. En toen was er, voor zover ik weet, iets waar ze het niet eens over waren. Waarschijnlijk was het ook die CD drive waar ze het niet eens over waren. Maar dat weet ik niet zeker. En toen is Nintendo ermee gestopt. Die ging hun eigen ding doen, waarschijnlijk aan de slag met de Nintendo 64. En Sony is ermee doorgegaan en toen werd het Sony PlayStation. Dus dit is ook echt hoe het is gegaan. En het is grappig, want dit nieuwsbericht is ook echt hoe ze toen dachten. En dat was dat ze het gewoon zagen echt als een samenwerking. Dat is grappig om te zien. Maar, oh ja, kijk, World's First Console Using a CD Drive. Dus dat is best wel revolutionair. Hier komt het al. Één dag na die entertainment conference, dat is geloof ik gewoon E3 bedoel ze hiermee. Things have turned sour. They will cancel the project en ja, ze willen een nieuwe console ontwikkelen. Ik weet niet, ik geloof dat hierna gewoon een Nintendo 64 kwam. Denk ik even. De distribution deal. Ja, ik weet de details verder ook niet. This seems to be the end of the Play System. Dat is natuurlijk niet zo. Want die komt gewoon uit. Als het goed is. Binnenkort. Nou, ik kan volgende researchers gaan doen. Dat ga ik even of ik er wat doen.
Oké, daar gaan we dan. Ik heb alles geresearched wat ik kon doen. Better user experience hadden we. Ik heb ook dus een nieuw topic en dat is time travel. En ik had trouwens nog een paar andere researches. Maar ik geloof dat we die nu nog niet eens kunnen toepassen. Omdat we eerst een nieuwe game engine moeten maken. Maar dat dacht ik bij marketing of zo ook. En dat hoefde toen ook helemaal niet. Maar ja, marketing is niet echt een game element. Het is wat je doet met het spel om het te verkopen. Het is geen technisch game element zoals die andere dingen. Zoals better user experience en dat soort dingen. Dus ik weet niet. Ik geloof dat we daar een nieuwe game engine voor nodig hebben. Maar we houden het even simpel. Small RPG op de gaming. We weten dat het werkt voor jonge mensen. Hier staat ook Great Combo. Dat is interessant. Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit heb gebruikt. Maar vast wel. Ik heb ook vast wel een spel Back to the Future genoemd. Ik heb het eens even opgezocht. Want ik vroeg me af of dit echt zo was. Of, want ik gebruik dit gewoon altijd als naam voor In-Game Dev Tycoon als ik een time travel spel maak. Omdat het toch alsnog, ook al speel ik in mijn eentje, ook al neem ik het niet op. Dat is toch beter dan Game 13 of zo. Want dan kun je niet echt herkennen. Maar er zijn heel veel Back to the Future spellen. Viel me op. Nou, Young, Small, Time Travel, RPG. Ja, ik denk dat dit een best goede combinatie is. We gaan het zien. Dit moet echt wat geld. Oh, we doen natuurlijk 3D graphics, dat wel. En bij een RPG weet ik hoe het moet, weet je. Dit kan nauwelijks misgaan. Als het misgaat, dan ben ik echt heel teleurgesteld. Hopelijk hebben we dan wat geld. Hopelijk kan ik dan nieuw iemand aannemen. En dan zijn we met z'n drieën. Dat is een team dat een medium game aan kan. En dat wil ik dus graag doen. Maar voordat we een medium game maken, doe ik dus wel een nieuwe engine. Maar eerst dit spel maar maken. Engine, redelijk onbelangrijk bij een RPG. Dit hebben we ondertussen al best wel vaak gezien. Kijk, op een gegeven moment als ik heel veel spellen ga maken en oh, oké. Dit is interessant, maar ik ga even door met wat ik net zei. Als ik heel veel spellen ga maken, dan kan het een beetje saai worden. Steeds hetzelfde proces. En als er niet echt iets spannends gebeurt, weet je, als het steeds spellen zijn die een 6 halen, kan ik er ook wel stukjes uit gaan knippen. En dan laten gewoon zeggen dat ik dit spel ook nog heb gemaakt. Want als ik 10 keer achter elkaar een spel maak dat een 6 krijgt, waardoor we geen vooruitgang kunnen maken als bedrijf, dan is het spel niet heel interessant. Dan ga ik dat er wel uitknippen. Kijk, dit is interessant. Mensen, fans, maken een fanversie. Ze verdienen geen geld mee. Ze doen het alleen maar voor andere fans. En onze legal advisors, die willen dat we dit niet doen. Omdat het waarschijnlijk copyright schendt. Nou, dat is het dat überhaupt wel. Want ze verkopen het niet. Ja, ik weet niet. Ik weet niet eens waarom het illegaal zou zijn. Maar we doen natuurlijk let them be. Want dit is alleen maar, dit zie ik als meer publiciteit, maar dat is misschien een beetje naïef gedacht. Maar dit is, ja, als je ze stopt, dan is het slechte publiciteit. Als je ze, ja, ik weet niet, het lijkt, als je ze stopt, dan lijkt het alsof je een beetje gierig bent. En ja, let them be, dat lijkt gewoon het goede. Ik weet het verder ook niet. Dit is meer een soort marketing ding. Kijk, Tess is no longer supported. Maar we hebben natuurlijk de super Tess. Ze hebben nog niks op gedaan. Ze moeten nog een license verkopen. Zat ik nu niet echt op te wachten, dus ik ging maar voor de Gameling. Het is makkelijker en goedkoper. Artificial Intelligence kan een beetje naar beneden. Ja, ik zie heel veel bij design. Ik zie heel weinig bij technology. En dat is niet per se erg bij een RPG. Geen probleem. Maar het is maar een derde van de designpunten. Dat is wel opvallend. Ik denk niet dat het effect zou hebben. Want het blijft een RPG en dan is technologie toch echt niet heel belangrijk. Maar ik vind het wel interessant dat het zo belachelijk laag is. Laatste fase. Dit kennen we al ondertussen wel hoe ik een RPG maak. Dat is een beetje standaard recept. Yes. Hier hebben we even geluk mee. Dus de trend is nu nieuwe topics. Time travel is een nieuw topic. Tenminste, ik heb het niet net geresearched. Dus ik neem aan dat het dan ook gezien wordt als nieuw topic. Of misschien loop ik heel achter met de topics. En is dit topic iets wat je al lang geleden had moeten hebben. Weet niet. Maar ik hoop dat dat misschien meespeelt. Ik ben het nu vergeten. Ik ben nu kom ik zo op terug. Ik ben nu marketing vergeten. Dat is heel dom. Dus ik ga het nu nog even snel toevoegen in de laatste fase. Ook heeft het dan weinig zin. Maar ja, het ziet er wel uit als een heel goed spel. En dan met die marketing kan ik het nog beter krijgen. Dus dan ga ik even gewoon marketing doen. Gewoon de goedkoopste optie.
Ja, het is jammer. Dat moet je eigenlijk in de tweede fase van ontwikkeling doen. Dan heb je er meer aan. Want nu heeft het niet echt tijd om hype op te bouwen. En is het eigenlijk te laat. Dat is hoe het werkt in het spel. Kijk, dit is dus een van die fans die een fanversie van... Oh, een First Fantasy. Dat is oud. Is dat ons allereerste spel? Misschien wel. Kijk, en ze zijn ons heel erg dankbaar. En dan krijg je er fans bij. Kijk, wij zijn Games is the best company in the world. Ja, dat soort gevoel krijgen fans dan. En kijk, dan heb je opeens 870 fans bij. En als je zegt dat ze moeten stoppen, omdat het copyright schending is of wat dan ook, dan verlies je fans. En dat wil je gewoon niet. Daar wil je ook niet bekend om staan. Dat je dat soort dingen doet tegen je fans, zeg maar. Oké, hij begint nodig te vinden om op vakantie te gaan, zo te zien. We doen dus 50.000. 8 hype, het is iets, weet je. Gaat het nog stijgen? Nee, niet eens. Oké, dus het maakt ook blijkbaar niet uit in deze op dit moment in het spel wanneer de marketing doet. Want hij loopt helemaal niet op. Het is gewoon één vaste hoeveelheid. Want later, als je meer fans krijgt en meer uitgeeft aan marketing, is het iets wat gaat stijgen. Dus in de tweede fase begin je misschien met 8 hype en dan loopt het misschien op naar 30. En als je het release is het 30. Maar hier loopt het blijkbaar niet op. Dus het maakt helemaal niet uit in welke fase je doet. Kan het ook gewoon in de laatste fase doen. Maar 51 design points. Dat is toch zeker wat. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jij mag op vakantie. Dan gaat het weer opladen. Ik hoop toch dat dit iets wordt. Oh yes, ik zie 10. Yes. En dat betekent hopelijk miljoenen. Oké, 9. Ik hoop een keer in deze let's play 4 tienen te krijgen, maar is me voorlopig nog nooit gelukt. Ja, 9,5. Oké, dat is goed. Ja, ik had eigenlijk bij die eerste 10 al op een 9,75 gehoopt, maar dat is natuurlijk ook een beetje veel gevraagd. Oké, we doen meteen wel even een game report, waarom niet? Ja, ik ga een nieuwe moet aannemen, want we hebben het geld ervoor. En dan kunnen we medium games doen. Ondertussen is er nog iets te researchen voor ons. Ja, simple cutscenes. Nou, dan hebben we... Ja, op dit moment lopen we heel erg bij met de researchers. Dus dan is het ook wel tijd voor een nieuwe game engine. Dat wordt het volgende. Oké, post-analysis. Maar één resultaat. Engine seems to be not important. Ja, dat wisten we al. Maar blijkbaar moet ik het nog iets lager doen. Misschien kan ik het zelfs helemaal naar beneden doen. Want ik had het nu steeds ongeveer op een kwart. Of op een vijfde. Maar we kunnen het misschien wel helemaal naar beneden doen. Of dat echt een heel klein beetje. Dus dat weten we dan ook weer. Maar de rest wisten we waarschijnlijk al. En kijk eens hoe goed dat gaat. Dit is heel goed. Misschien had ik zelfs 2 mensen... Nou, laten we eerst 1 iemand aannemen. We moeten ook niet te veel hooi op onze vork nemen. Wat gaan we met mij doen? Nog even niks. Misschien trainen. Ik kan mezelf... Ja, laat ik beginnen met mezelf trainen. Want ja, uiteindelijk wil ik mezelf toch wel een beetje omhoog krijgen. Even kijken. Ik denk dat ik gewoon Game Dev Gems ga doen. Want dat is een beetje... Dat doet van alles wat. En ik wil mezelf op elk gebied verbeteren. En het gaat dan heel langzaam. Dat duurt dan jaren. Maar uiteindelijk wil ik dit dus hoger krijgen. Dus we doen Game Dev Gems. Gems. Dat verbetert ons op elk vlak. En later krijg je nog betere training opties. Die duurder zijn. Meer research points kosten. Maar wel veel sneller wat opleveren. Ik geloof dat als je je speed verhoogt, dat je dan ook sneller andere dingen gaat verhogen. Dus dat is heel interessant. Dus het is ook zeker interessant om die don't repeat yourself een paar keer te doen. Bij in ieder geval je eigen poppetje. Laten we even beginnen met Game Dev Gems. En dan ben ik zo terug als we klaar zijn om een nieuwe engine te maken. Kijk, industry professionals say that Back to the Future is one of these rare games. Ja, Back to the Future legt de lat blijkbaar hoog voor andere spellen. Dat is toch wel een heel mooi compliment. Ja, blijkbaar hebben we geschiedenis geschreven. Dat is mooi. Nou, ik ben zo terug als we wat dingen geresearched en getraind hebben. Oké, wij zijn bezig met onze training. En aan die eerste training kan je ook goed zien hoeveel punten je er nou daadwerkelijk bij krijgt. Geen speed. Dat is gek. Want volgens dit dingetje krijg je er wel punten voor speed en research bij. Maar er is nog niks bijgekomen. Oké, dat is dan blijkbaar heel weinig. Oké, 10 bij... even kijken hoor. Even goed kijken. Staff is, dan weten we dat. Het zal niet altijd zo zijn, maar... Oké, 11 designpunten en 13 technologies. Laten we zeggen 10
per categorie. Dat is oké. Okay. Ik had alleen wel wat bij Speed and Research ook verwacht, aangezien dat er wel bij stond. Maar ja, is niet heel erg. We gaan het langzaam opbouwen en uiteindelijk komen we er dan wel. Dus het is nu dus tijd voor, ja, om deze position op te gaan vullen. Even kijken, hoeveel winst hebben we gemaakt? 4,6 miljoen is oké. Okay. Tuurlijk, het is heel veel. Ik moet er heel blij mee zijn. Maar het is niet meer dan, even kijken, waar is hij? Niet meer dan Pokémon 5,8 miljoen met 835.000 eenheden verkocht en deze 680.000. We hebben nog één of twee maanden, maar niet heel veel. Dus het gaan we waarschijnlijk niet meer halen. Staat nog wel in een van de laatste maanden op de tweede rank. Dus dat zegt wel wat. Ik denk dus ook dat die nieuwe topics wel mee hebben gespeeld. Maar in ieder geval, we zijn van 4,5 miljoen naar ongeveer 9 miljoen gegaan. Daar ben ik heel blij mee. Dus we kunnen nu ook best wat meer geld uitgeven aan het zoeken naar nieuw personeel. Kijk, game demo, dat is een beetje van beide. Dan krijg je een beetje een allrounder bij showreel. Krijg je iemand met veel designpunten. Die hebben nu al. Dus we gaan voor complex algorithms. En dat wordt dan echt een technische werknemer. En we hebben in principe 2 miljoen. Dat kunnen we hier aan uitgeven, maar wil ik dat wel? We kregen met 200.000 echt al een hele goede optie. Maar ja, dat kan ook echt wel geluk zijn. Ik heb het gevoel dat het niet altijd zo gaat zijn. Dus ik wil wel een beetje hoog gaan. Laten we 800.000 doen. Dat, oh, oké. Okay. 790 of 820. Dan doe ik wel 820. Beetje gek dat dat niet kan. Dat klinkt al, dat is echt belachelijk veel geld. Maar ja, je kan denk ik beter meteen iemand aannemen die al een beetje goede stats heeft dan iemand die, ja, eigenlijk gewoon matig is en die je eigenlijk heel erg moet trainen voordat hij op het niveau van de rest van het team is. Dus dat kost ook steeds weer 15.000 elke training. Dus kunnen denk ik beter iets meer eraan uitgeven. Ik weet de perfecte, exacte waardes hiervan niet. Er zijn waardes waarbij die het meeste opleveren voor wat ze kosten. Dat weet ik niet, maar ik ga voor 820.000. Dat is het dichtst bij wat ik wil. Ja, dus daar gaan we voor. En we zullen ook nog wel wat verdienen aan Back to the Future, maar dat zal niet veel zijn. Ondertussen is er iets. Nee, we hebben alles eens geresearched. Dan is het denk ik al tijd voor een nieuwe custom engine. Er zijn wel een aantal dingen die we eraan toe kunnen voegen, dus dat is mooi. Het kost ook weer een heleboel geld, maar ik wil deze engine wel hebben voordat we aan onze volgende medium game gaan beginnen. Oké, 750 units, dus is iets minder dan Pokémon, maar ja, hij was ook een 9,5 in plaats van 9,75. 5 miljoen. Dat is in ieder geval heel mooi. En kunnen we nog een game report? Nee, dat hadden we al gedaan, geloof ik. Oké. Dit is heel interessant. Oh, wauw. Dat is niet per se slecht. Maar eigenlijk had ik wel meer verwacht voor die 820.000. Kijk hoe laag de design scores zijn. Tuurlijk, dat verwacht je als je zoekt naar technisch personeel, maar in vroegere versies van Game of the Coon was het echt niet zo. Dat je altijd nog wel misschien 100 bij design of zo, of 75 of zo, maar nu gewoon 0. En deze heeft hoogste technology. Is wel langzaam. 23.000 per maand is oké. Okay. Deze is belachelijk goedkoop, maar belachelijk slecht. Deze is heel langzaam. Wel iets goedkoper dan die eerste. Even kijken, hoeveel goedkoper is hij? Wacht, was dat hem? Hij heeft ook heel weinig research points, dat weet ik eigenlijk niet ook. 291 is dan weer best wel weinig. Ze is wel heel snel. Heeft ook een beetje design. Dit is iemand die je zelfs nog om zou kunnen trainen. Maar ja, dat is misschien eigenlijk nog wel lastig. En dat was het. Dit is eigenlijk heel teleurstellend. Zodat ik toch net iets meer dan uit moeten geven. Ja, of gewoon wat minder. En dan, ja, waarschijnlijk als ik hier 400.000 dan uit had gegeven, had ik ook wel iemand met rond de 400 technology gehad. De werknemer die we nu hebben, ik weet even niet hoe die heet, die heeft ook gewoon meer dan 400 bij design. En daar hebben we 200.000 aan uitgegeven. Dus je ziet ook wel, ja, je bent heel erg afhankelijk van kans. En we hebben nu wel meer mogelijkheden. Het zijn 4 mogelijkheden in plaats van, geloof ik, maar 2 of 3 die we bij de 200.000 hadden. Dus dat is wel weer op zich mooi. Dus je hebt misschien meer kans dat je iets goeds krijgt. Maar het wordt dus denk ik deze. Bijna 400 bij technology. Niks bij design. Is niet erg. Dat laten we over aan onze andere werknemer die daar echt 400 heeft of zo. Lage speed. Kunnen natuurlijk trainen. Maar ja, wel de... Wacht eens even. Ja, oké. Maar die heeft weer 291 bij technology. Dat heb ik dan liever... Ja, dan heb ik liever lage speed. Dan ga ik me daar wel op richten dat ik dat gewoon train. En die salarissen, ja, uiteindelijk gaat dat ook stijgen. Dat is bij
bij alles zo, bij elke werknemer die je ook aanneemt. Als je ze traint, dan gaan ze vragen om een hoog salaris. Daar kom je niet onderuit. Dus oké, okay, nou, die is nog even bezig. Deze is aan het opladen. Dat is interessant, ik kan hem niet op vakantie sturen. Misschien omdat we niet met het spel bezig zijn. Ik ben ook aan het opladen. Het is het beste om nu nog gewoon even rust te nemen, denk ik. Want ik wil wel... Nou, we kunnen de engine... Nou, ik wil voor de engine ook eigenlijk dat iedereen opgeladen is. Of in ieder geval deze twee. Laat ik daar even op wachten. En dan maak ik een nieuwe engine. Dan gaan we aan de slag met onze volgende medium game. Oké, okay, we zijn bezig met de nieuwe game engine. En we kunnen nu dus meedoen aan Games, Games, Games. Dat is G3. En dat is dus de E3 van dit spel. Is leuk. Ik weet niet of we dat nu al gaan doen. Ligt ook heel erg aan wat voor spel we gaan maken. Ik... wil eigenlijk wachten. Nou, laten we gewoon beginnen. Want het kost ons 80.000 per maand. Moet iedereen betalen. Dus het kost heel veel geld om niks te doen. Even kijken. Dus we gaan even... Ik heb een ideetje. Ik heb het nieuwe topic business. En er zijn verschillende manieren waarop je dit kan opvatten. Je kan het eigenlijk heel breed opvatten. Je kan bijvoorbeeld Rollercoaster Tycoon of Locomotion zien als een business simulation. Dat is in de brede zin wel wat het is. Dus dat maakt het voor mij heel leuk en handig om dit voor mij te maken. Omdat ik goed weet hoe ik dit soort spellen moet maken. Blijkbaar werkt het segment mature. Dus zullen we dan maar voor everyone gaan? Ja, ik weet het. Voor mijn gevoel lijkt het me juist heel goed passen bij mature. Nou, we gaan het op de PC doen. Omdat simulatiespellen heel goed werken op een PC. We hebben nog niet echt spannende dingen gedaan qua... platforms. Vena Gear nooit gebruikt, Supertest nooit gebruikt, deze nooit gebruikt. Het enige wat te doen is PC en Gameling en de stairs, maar die is weg. Dus dat is eigenlijk een beetje saai, maar het zijn wel de dingen die goed werken. Dus we hebben een nieuwe game engine. Great Combo, dat is goed om te zien voor everyone. Ja, hoe gaan we het noemen? Dat weet ik nog niet. Oké, dit is dus het idee wat ik heb. Het maakt verder voor Game Life Tycoon niet heel veel uit. Maar ik heb dus wel eens het idee gehad om een city builder te hebben. Waarin je het transportsysteem met Quisarius Locomotion doet. Ja, dit is wel echt typisch. pretparken kan bouwen met Rollercoaster Tycoon of Planet Coaster. Ja, en dat je op die manier de beste elementen van al die spellen zou combineren. Dus dat gaan wij... Ja, we doen in ieder geval alsof we het maken. Ik noem het Omnipolis. Ja, iets met alles, omvattende stad. Ik heb het even gegoogeld en het is iets. Het is een of ander gebouw of iets. Ik weet niet precies, maar business simulation. Dus ja, business is heel breed, dus dan kan het ook ja, een treinennetwerk zijn. Het kan een stad zijn, het kan een pretpark zijn. Het kan van alles zijn. En we doen alsof alles erin zit. En dat wordt hopelijk heel leuk. En ik heb die 2D graphics versie 2 weggehaald, want dat kost me 50.000 extra voor de engine. Die gebruik ik eigenlijk toch niet meer, want het is in het spel gewoon hoe nieuwer, hoe beter als het om graphics gaat. Dus heeft geen zin om die 50.000 dan weg te gooien. Ik heb toch wel gezegd dat het een medium game is, hè? Ja, gelukkig. Anders was het jammer. Oké. Okay. Simulation, engine belangrijk, gameplay belangrijk, story heel onbelangrijk. Simple cutscenes, ik ga het er wel bij doen, better user experience ook. Gewoon omdat we het geld hebben en omdat het... Nou... Oh nee, kijk, we komen nu bij 71% en dan moet je nu omhoog halen. Je moet hier meer tijd aan besteden om al deze dingen te kunnen doen. Dus... Oh wacht, ja oké, okay, nu is het oké, okay. Nu kunnen we dit gewoon... Ja, simple cutscenes hebben we toch niet echt nodig. Vaak klik ik ze wel gewoon aan. Ook is het in de simulatie wel niet nodig. Want dan vaak geeft het spel dan wel een betere score. Ook heeft het niet echt veel zin. Maar ja, hier staat bij engine maar 2+. Dus misschien kunnen we het iets lager doen. Laten we daar maar gewoon mee. Laten we daar even mee experimenteren. Ik ga zelf aan de gameplay. Onze design. Kijk, bijna 500 op design. Het is zo goed. Hij gaat story en quests doen. Nou, daar is hij snel mee klaar. En... Lucy gaat de engine doen. En je ziet dat het nu netjes verdeeld is. We zitten nog alle drie onder de 50%. En deze zelfs nog maar op 16. Dus het zou makkelijk moeten kunnen met drie personeelsleden, voor zover ik me herinner. Zij is nog aan het opladen. Dat betekent niet dat we... Dat betekent dus dat we niet... Ja, misschien had ik iets langer moeten wachten. Maar ik was te ongeduldig. En dan zou het misschien weer 80.000 extra kosten. Wat is dit? Game Informant, een tijdschrift of zo, of een website. Die willen graag wat van ons nieuwe spel weten. En daar zeggen we natuurlijk ja tegen.
Oeh, gaan we het hypen? Ik ga denk ik voor Be Modest, want anders kunnen mensen teleurgesteld raken. En ik, ja, dat ga ik maar gewoon doen, want straks flopt dit. Ik weet namelijk niet hoe dit gaat worden. En dan hypen we het heel erg en dan stelt het teleur en dan verlies je allemaal fans. Dus we gaan even Be Modest, we zijn bescheiden. Thank you for your time. Er is nu al een beetje hype. Gaan we opvoeren met nog wat marketing. En ja, dat zou eigenlijk heel stom zijn als het dan teleurstelling is en als ze er allemaal marketing in hebben gestopt. Oké, level editor. Sowieso. Dialogs. Ja, we kunnen het heel laag zetten. Hè? Hoezo? Oh, ik zit helemaal verkeerd te kijken. Dit is AI. Dialogs staat aan de andere kant. Omdat net die story hier zat, was ik een beetje in de war. Best wel onbelangrijk. Hoe laag? Ik kan het zelfs helemaal naar beneden doen, maar dat lijkt me ook niet goed, want er staan maar twee minnetjes. Level design blijkbaar niet zo belangrijk als AI. Ik ga wederom ja, een beetje het allrounder ding doen. En heb ik nog een klein beetje over. Kijk, Edward McGillen is ook een soort van allrounder. Lucy helemaal niet. Maar deze kan ook nog wel taken doen die in beide disciplines vallen, zeg maar. Of kan ik nu beter wat anders gaan doen? Misschien, ik kan ook best wel dialogues gaan doen. En dan, kijk, gaat Edward McGillen. Nou ja, het maakt eigenlijk niet heel veel uit hoe ik dit ga doen. We zijn hier. Tech hier. Ja. Want kijk, ik kan het nu. Ik heb nu nog maar 16% over. Ik kan er niet weer een hele taak in beide disciplines gaan doen. Daar heb ik niet genoeg tijd voor. Dus dan moet Eduard die doen. Niet ideaal, maar dat moet dan maar. Ik wil niet mezelf overwerkt raken. Want dan wordt de kwaliteit alleen maar slecht. Dat willen we zeker niet. Marketing. We hebben op zich wel het geld om hier 150.000 aan uit te geven, denk ik. Dus laten we dat doen. De hype stijgt 21, 22. Voor ons vorige spel waar we 1 miljoen of 5 miljoen aan verdienden, was de hype maar 8. Maar ja, dat betekent niet dat we nu opeens 4 keer zoveel eraan gaan verdienen. Het moet ook nog een goed spel zijn. World design, best wel laag, sound best wel hoog. Open world gaan we aan doen. Hoe hoog? Ja, in mijn gedachten moet het toch wel redelijk hoog. Dus dat gaan we ook doen. Misschien zoiets. Oké, kijk, als ik nu dit doe, raak ik overwerkt. Dat is niet de bedoeling. Dus Edward gaat het doen. Ja, is er eigenlijk een goede manier? Onze designpersoon moet eigenlijk dit doen. En ik kom precies op 100% uit, dat is mooi. En dan moet iemand dit nog doen. Het is jammer dat ik het niet kan delen, zeg maar. Dan moet ik het maar doen. Dan raak ik toch een beetje overwerkt. Ik kan nog wel verlagen, maar dat is eigenlijk ook niet wat ik wil. Dus dit is niet ideaal. Eigenlijk heb je vier mensen nodig om helemaal goed te zitten. Of je moet je sliders zo aanpassen dat je dat het goed uitkomt. Maar ja, ik wil natuurlijk wel de goede balans hebben voor simulation. Ja, dus ik moet ik een beetje overwerkt raken. Ik kan deze er ook op zetten. Maar ja, dat heeft niet echt veel. Dat doet precies hetzelfde. Dus eigenlijk hebben we gewoon vier mensen hiervoor nodig. World design. Ja, ik denk dat het zo prima is. Niet perfect, maar prima. Onze scores zijn ook prima. Het gaat heel erg gelijk op. Dat is op zich ook wel wat je zou verwachten voor zo'n spel, denk ik. Oké, mooi moment. Big Game Convention. Dit gaat onze hype natuurlijk nog vergroten. Ik ga nu voor nu even met een small booth. Nou, ik geloof dat het net te laat komt eigenlijk om de hype voor dit spel te vergroten. Maar we doen het wel gewoon. We zitten op 6,8 miljoen. Dus ik zou het heel graag snel willen releasen. Er komen nog wel een paar puntjes bij. Die wil ik natuurlijk niet verliezen. En ik ga door totdat de hype naar beneden gaat. Ja. Want dat wil je natuurlijk niet. Nou, ik ga stoppen, want er komt niks meer bij. Oké, twee nieuwe records. Design was net 51. En technology, ja, dat is 44. Dat is ook zeker echt een record, geloof ik. Salary increase, ja, dat willen ze meteen al. Edward verdient het zeker, omdat hij zo goed in design is. En hij heeft net. Misschien komt het omdat hij nu overwerk moest doen. Dat heeft misschien iets mee te maken. Maar dit heb ik er zeker voor over. Want dit is eigenlijk een redelijk goede allrounder zelfs. Willen we nu gaan trainen? Eigenlijk wel. Wil ik hem gaan trainen tot een allrounder? Nou, dat laat ik over aan de volgende werknemer die we aannemen. Ik wil mezelf even sneller maken. Don't repeat yourself. Gaan we even iedereen trainen. Ja, Eduard, ja, ik ga gewoon voor design. Game design voor Pirates doen we. En Lucy gaat iets technisch doen. Code incomplete. Zo, dus dat gaan we even doen. Oh. Eerste keer dat we de game convention zijn. Ik weet niet of dit echt nog invloed heeft op hoeveel we verkopen. Zou het wel moeten hebben. Ja,
Hoeveel wordt het? Dit duurt altijd een beetje lang. Ik kan het gewoon versneller op te klikken. Nou, 50.000, dat vind ik nog best wel veel. 50.000 bezoekers en je ziet hier een paar lichte schaduwen. Later worden dat daadwerkelijk menigtes. Oké, dan ben ik heel erg benieuwd of we ook een... Ik weet niet wat dit wordt. 7. 6. Ja, dit is niks eigenlijk. Ja, dit is eigenlijk niks. Hier hebben we niet heel veel aan. Ja, dit verkoopt dan weer heel slecht. Misschien dat we er meer van hadden kunnen maken. Kijk, PlayStation komt eraan. We hadden er misschien meer van kunnen maken met een vierde personeelslid. Maar ja, misschien had dat ook niet heel veel uitgemaakt. Game history. Ja, het duurt dan wel even voordat we hier winst op gaan maken door al die extra kosten. Ja, dit was geen succes. Maar ja, dat was ook zo'n voor alles voor deze episode. Sequels kunnen we researchen, gaan we dan ook doen. Dat was zo'n voor alles voor deze episode. Heel veel gedaan, ook best wel veel vooruitgang gemaakt. Maar twee spellen gemaakt, maar ja, eentje daarvan was heel goed. En we hebben natuurlijk nieuwe engine en nieuw personeel. En hier ben ik best wel blij mee. Dit is minder. Misschien dat we later Omnipolis 2 maken, aangezien we nu sequels hebben ge-unlocked. Hoeven dat alleen nog te researchen. En kunnen van onze succesvolle spellen een sequel maken en ze dan helemaal uitmelken. Net zoals dat in het echt gebeurt. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.